De provincie Gelderland trekt 4,3 miljoen euro uit om het WK volleybal voor vrouwen in 2022 naar Gelderland te halen. De finale moet plaatsvinden in het Gelredome. De eerste ronde wordt gespeeld in Apeldoorn en Arnhem en de tweede ronde wordt gespeeld in andere Europese hoofdsteden en Rotterdam. En vanaf de derde ronde keert het toernooi weer terug naar Apeldoorn en Arnhem. Tegelijk met het WK vrouwenvolleybal moet ook het WK zitvolleybal gehouden worden. Hiermee wil Gelderland ook de sporters met een beperking een volwaardig podium geven. Onderzoek van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen toont aan dat de extra bestedingen van het publiek tijdens het evenement zo'n 9 miljoen euro zouden moeten zijn. En daarnaast denkt de provincie dat er ook nog grote kansen liggen voor de handel.